We zien van Bellen. Het is altijd heel fijn om te scoren, zeker als verdediger. Maar veel zoden aan de dijk heeft het niet gebracht. Nee, dat klopt. Op dit moment zelf is dat fijn. Dat doet plezier. Zeker als je de ploeg daarmee kan helpen, maar als je dan vrij snel daarna al terug drie doelpunten slikt. De manier waarop ook, toch geeft toch een heel zuur gevoel. Laten we het eerst over dat doelpunt hebben. Het was een prima schot. Je hebt ook een goede traptechniek, maar ik had de indruk dat de doelman toch niet helemaal vrij uitging. Ik weet het niet. Ik moet nog eens terugzien op de beelden, want dat gaat allemaal heel snel. Ik denk wel dat hij dat moeilijk op zie komen, dat er een aantal verdedigers voor hem staan. Dus ik denk niet dat hij afvakt, maar een beetje zwabbert. Zeg maar. Dus het zijn altijd moeilijke ballen voor een keeper, zeker als er veel jongens in de 16 voor hem staan. Maar het was wel een fase waar we een beetje op getraind hebben. Om een aantal varianten in die stilstaande fases te steken, dus dan is dat wel leuk dat iets opbrengt. Roeselaar begon nog wel goed aan de partij, gesloten verdedigen, maar eruit komen als het kan. Maar jullie konden dat niet lang volhouden. Ja, absoluut. De situatie is zoals ze is voor ons. We hebben een heel moeilijke voorbereiding zeg maar, achter de rug. Er zijn een aantal jongens, waaronder ik zelf, die geen voorbereiding hebben gehad. Er zijn veel nieuwe jongens nog bijgekomen. Het was allemaal een beetje onduidelijkheid voor wat de toekomst zou brengen hier in Roeselaar. Dus we hebben toch wel een achterstand op de meeste ploegen, denk ik, op dat gebied. En ja, dat zie je ook in ons spel, denk ik. Momenten dat we eruit kwamen, maakten we heel vaak zonder druk de verkeerde keuzes. Dat we echt balverlies hebben, echt dom balverlies. Ik vind ook dat we Westerlo zeker de eerste helft enorm veel kansen zelf hebben weggegeven. Zeker, ze moesten ze zelfs niet creëren. Het is echt door dom balverlies van ons. Ik denk dat we ook zo al een goals bijna tegenkrijgen. Echt dom balverlies of verkeerde keuzes maken. En het is jammer dat je het zo weg heeft. En ook domme penaltyfouten dan maken? Absoluut. Ik denk dat die eerste dom is, die handsbal, dat kan gebeuren, dat je een bal tegen je arm krijgt. Die derde heb ik zelf niet heel goed gezien, maar die eerste is, ja, is een beetje een jeugdzonde, is dom. Want de spits kan helemaal niks doen, staat met zijn rug naar doel. Gewoon achterblijven, het risico niet pakken om hem te raken. En, dat is dom dat je dan tegen die hiel gaat lopen of op die hak gaat staan. En dan weet je dat je het heel moeilijk gaat krijgen. Hè. Kleine break nu, dan hebben jullie 14 dagen voorbereiding om lommelpartij te geven. Dat wordt misschien al een beetje een cruciale wedstrijd voor Roeselaar. Inderdaad, dat wordt een belangrijke wedstrijd, denk ik. Lommel zit een beetje in dezelfde situatie als ons, hebben ook nog niet veel punten gepakt. Er komt nu inderdaad die bekerwedstrijd, dus het is misschien goed voor een aantal jongens zoals mezelf om terug een beetje wedstrijdritme op te doen en toch aan die automatismen weer te werken. We moeten positief blijven, proberen positief te denken. Het kan alleen maar beter en deze wedstrijd is gedaan, kunnen we niks meer aan veranderen, dus op naar de volgende. Arnar Gretason, 4-1, dat zijn duidelijke cijfers. Ja, yeah, it's true. When you come here and you're playing against a good Westerlo team and you want to play compact from the beginning and go for counters and you give them two penalties and they score two goals from set pieces, of course it's going to be a difficult night. And from the beginning, I thought we started the game okay. But like I said, when you give penalties easy, when you give set pieces where there's lack of concentration, of course it was going to be a difficult night and a long night. Going into the half time with 4-1, it's easy to lose your head and run out of shape. And so at least it was not a massacre, it was very difficult. We have a lot of work ahead, and that's for sure. And we saw that tonight. Heb je ooit op een moment in de wedstrijd gedacht van toch anders te gaan voetballen? Wat meer Godwin en Samaina voorschuiven bijvoorbeeld en proberen en pijn te doen? Of course, you're also thinking about the next step. If you go out of shape and easily it can be 5-6. Okay, it doesn't matter, but it's also for the confident. Going home with 7-1, 8-1. That's not good for the confidence. Of course, it's never good to lose. But how the goals that we conceded in first half, I was disappointed. Of course, penalties. It was the first one was unlucky. The game was still 1-1. We were in the game, no problem. And then we get a second goal from a set piece. This is lack of concentration. We should be able to deal with it. Because they were not in first half playing through open chances. And of course, when you have 4-1 in half time, it's difficult for motivation to go out. And of course, you're always in, you always want. If you score a goal, it's always there. But it was a difficult night, for sure. Ja, je hebt het systeem niet gewijzigd, maar toch nog heel veel kansen moeten toestaan aan Westerlo. Dankzij Biebouw is het 4-1 gebleven. Ja, yeah, but in first half
I don't think they created a lot of chances. They scored four goals, but like I said, from two from penalties, and not penalties that. In de tweede helft wel kansen. Yeah. But for me, the game is already played. You are 4-1. We are not in the best shape. We have players who haven't been training for a long time, so we know also the last 20 minutes going to be difficult. And we're playing against a team with a lot of confidence, being 4-1. They have good players, they're moving the ball well. So of course it's going to be more difficult. And also lack of, you know, when it's 4-1, it's always more difficult to run. When it's 1-1 or 2-1, you are still in the game. So it was more, for me, it's normal that maybe we're going to have one or two or three chances that they had. It was okay, the penalty. And then he saved fantastic from one cross. Of course they had some chances, but of course we could have done better, especially in the first half. Je hebt nu 2 weken de tijd, want dan komt de 4e speeldag eraan. Een belangrijke, denk ik dan, thuis tegen Lommel. Hoe belangrijk denk je zelf? I mean, every single game is important. I mean, for me, it's as important as this one. But we need time for sure. But of course, in that game, hopefully we will have some players in, so we will have a stronger squad. But of course, we're going to try to use the weeks ahead as well as we can. We have a difficult game next weekend in the cup. It's not going to be easy, for sure. But you have to take one step at a time, and every single game you go into the game to win. You don't go into any game to lose with at least goals against you. That's never the case. You always go in to win. I hate losing, and for me, you know, this is going to be a long night for sure.